Op 1 mei is het de dag van de arbeid. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hele goede vraag. Ten eerste vieren we de vooruitgang die we hebben gemaakt. Dat er zoiets is als een weekend. En dan een werkdag maar 8 uur duurt. Dat vrouwen niet meer automatisch ontslagen worden als ze trouwen. Dat iedereen pensioen krijgt. Klinkt vanzelfsprekend. Maar dit is allemaal zwaar bevochten door sociaaldemocraten in de politiek. Op verschillende groepen die er tevoren het ongunstigst aan toe waren, verbetering in hun levenspijlen, hun bestaanszekerheid te brengen. Waar minder te verdelen valt, zal dat weinige ook rechtvaardiger verdeeld moeten worden. Nou, mooi dus. Dan zijn we nu klaar. Nou, nee. Want wat dacht je van de groeiende ongelijkheid? De rijkste 10% bezitten meer dan de helft van alles in Nederland. Het vermogen van de rijkste mensen ter wereld is alleen maar toegenomen. Dat vermogen van die mensen wordt nu geschat, althans de stijging daarvan, op $637 miljard. Terwijl er op het hoogtepunt van de crisis in de Verenigde Staten alleen al 44 miljoen mensen hun baan verloren. Dat de pakketbezorger die de bestelling bij je langsbrengt per pakje betaald krijgt. Of dat grote bedrijven alle winst pakken en de risico's bij hun werknemers neerleggen. En ook nog eens steeds minder belasting betalen. Kan dat anders? Ik hoor je twijfelen, maar het antwoord is toch echt ja. Laten we ervoor zorgen dat over 20 jaar fatsoenlijk werk met een zeker inkomen en een eerlijkere samenleving net zo vanzelfsprekend is als dat het weekend nu is. Het kan eerlijker en socialer. Doe met ons mee.